Henk, waarom zijn we hier in Loosdrecht? Je hebt een nieuw album gemaakt met je andere compaan Henk Samen. Ja, en die heet Overwerk. Het is de laatste uit een trilogie. En omdat de vorige, wij waren optredens aan het doen en elke keer moesten wij illegale kopieën tekenen. Dat doe je heel braaf. En toen dacht ik van nou, ik deel heel graag mijn muziek, maar liever niet met dieven. De vorige plaat hebben wij, nou, die heeft ongeveer met promotie erbij, heeft elk 35.000 euro betaald. Hebben we pakweg 15 van terugverdiend. Ik heb dus 20 in geschonken aan dieven. Dus nou zeg ik, weet je wat, wij brengen hem pas uit op het moment dat we uit de kosten zijn. Er stonden jullie in de jaren 80 bekend om jullie scherpzinnige teksten, gekoppeld aan de actualiteit. België, neutronenbom, werkeloosheid, gijzelaar, noem het allemaal op. Wat zijn de thema's van dit album geworden? Nou, de thema's van nu. En dat zijn eigenlijk de thema's van alle dagen. Want het thema als eenzaamheid, dat vorige week of twee weken geleden hadden we de week van de eenzaamheid bijvoorbeeld. Er is een ander nummer, dat gaat over de positie van de vrouw en met name in de derde wereld. Vorige week was een of andere iemand van het Koninklijk Huis die daarvoor opkwam. Er zijn allemaal thema's. Wij zijn altijd heel erg actueel. En we zijn aan de ene kant van deze tijd, maar ook tijdloos. Nou, ik ga hem sowieso kopen. Ik ga intekenen, want dat is de bedoeling, hè? Ja, je moet 10.000 mensen hebben die zeggen, ik wil het album hebben. Ja, ja. Dan wordt hij echt uitgebracht. En dan brengen we hem uit en anders houden we hem lekker zelf. En dan komt hij toch wel een keer uit, na onze dood. Henk en ik hebben de leeftijd dat onze toekomst achter ons ligt. En wij kunnen ons ook begin 60. Ja, nee, maar wij kunnen ons ook een beetje permitteren om een beetje principieel te zijn. Heel hoop mensen die zijn aan het begin van hun carrière, die zijn doodsbang of Jan, als ze wat zeggen wat ze niet bevat, zijn plaatjes nog wel draait, hebben wij allemaal geen last meer van. Want nogmaals, de grote hits hebben wij al ver achter ons gelaten en wij zijn te oud om nog gedraaid te worden op 3FM of zo. Want als je boven de 40 bent, ben je door hun al afgeschreven. Ja, dat is toch zo? Hè? Dus wij moeten het nou van sterren.nl hebben en zo. Al die aarde, mijn beste vriend is dat altijd. Henk Westbroek, anno 2015, Jan nog steeds. Paparazzi. Eigenlijk leraar geschiedenis. Hè? Dat weten de mensen. Je denkt altijd, hij is zo'n domme interviewer. Nee, een gestudeerde doctorande. Dankjewel, Henk. Top, dankjewel.